Ja, ja? Ik ben zover, Genie. Let's go. Oké. Okay. Ah. Ja. Ja, welkom. We zijn hier bij de Zuilcast. De 9e aflevering alweer. We zijn hier met onze goede vriend Zini Özdil. Nou ja, waarom goede vriend? Jij kent natuurlijk al onze geschiedenis en zo. Van het beruchte debat bij de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De foto die erop volgde, die gewoon in een goede amicale sfeer was gemaakt. Nou, heel Nederland viel er overheen. Het was een hetze die dagenlang de media beheerste. En uiteindelijk nog vaak vervolggesprekken gevoerd. Waaronder ook een podcast met Zini gemaakt een maand geleden. Die ook weer heel goed werd ontvangen door alle zijden van het politiek spectrum. Dus we dachten, waarom niet er een mooi vervolg aangeven bij de Zuilcast? En nu zijn we hier op een topgeheime locatie. Ja. Die niet onthuld mag worden. Ja. Dus ook, ja, waarom? Dat heeft ook weer te maken met gevoelige politieke zaken. En het is zo goed beveiligd dat we eigenlijk eerst op het verkeerde adres aankwamen. En dat deed een bevallige blonde dame, deed de deur open. En die stond ons heel gemoedelijk te woord. En daarna werd de deur dichtgeslagen en was het van, ah, zo irritant! Dat is precies hoe we het hebben georganiseerd ook, van met de beveiliger. Oké, nou geweldig. Dat doe je goed. Ja. Nou ja, we zijn hier dus, Zini. En het mooie is natuurlijk, jij kwam een paar weken geleden in het nieuws met een geweldige opmerking, waarin je dus de allochtone medemens, of mensen met een migratieachtergrond, moeten we tegenwoordig zeggen, opriep om zich af te keren van de linkse zuil. En dat is natuurlijk hilarisch, want de aanleiding daarvan was een artikel in de krant, waarbij een vrouw die, ja, ook haar baan is ook advies en onderzoek naar migratie en integratie, die letterlijk zei, nee, we moeten niet zulke hoge taaleisen meer stellen aan migranten, want ja, dat zou wel eens heel discriminerend kunnen zijn. En jij ging helemaal los, zoals ik me herinner, en vul het vooral aan met hoe jij het dan ziet. Maar wat ik er vooral in opmerk, is dat links-elitair wil zelf wel vloeiend Nederlands spreken en zich daarmee profileren. Maar kennelijk wordt de standaard dan lager gelegd voor mensen van een allochtone afkomst. Waarmee ze eigenlijk behoorlijk badinerend op die mensen neerkijken. En eigenlijk worden die mensen daarmee afhankelijk gemaakt van de linkse deugmachine. En je zei zelfs, ja, weet je wat je beter kan doen? Je kan beter aansluiten bij een rechtse politieke partij. Dan heb je nog een betere toekomst omdat je afhankelijk opstelt van de linkse kerk. Nou, Sid, voordat ik daar antwoord op geef, want het klopt niet helemaal wat je zegt, maar dat maakt niet uit. Wil ik eerst van harte welkom heten in mijn huis. En we maakten er net een half grapje over, maar het is ook echt, mijn adres is ook echt geheim. Ja, heb je goed. Je kunt het ook niet vinden in de GBA, gemeentelijke, hoe heet dat? Basis administratie. Klopt. En dat is eigenlijk dankzij onze grote vriend Kuzu. Mm-hmm. Die geschiedenis ken je wel, ga ik daar niet uitgebreid op in. Ja. Dankzij zijn gehits wordt het concreet en direct bedreigd vanuit Turks nationalistische hoek. Wat zo erg is dat de NCTV, de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid, heeft gezorgd dat mijn adres op een red flag zit, zoals dat heet. Okay. Dus alle veiligheidsdiensten hebben in de gaten, als er hier in de buurt is gebeurd, dan weten ze dat hier ook iemand zit die concreet en direct bedreigd wordt. Heftig. Dus ik heb dat te danken aan Kuzu. Maar, hij had jou monafiek genoemd, wat ik me herinner. Ja, daar kwam het op neer. Een hypocriet, dat is in de streng islamitische context. Kuzu komt van de Suleymans-beweging, dat is zeg maar een islamitische SGP, maar dan nog radicaler, onvergelijkbaar radicaler. Die heeft mij geframed als hypocriet. Nou, voor gewone Hollanders is dat misschien een beetje een normaal woord. Ja, maar in de islamitische context is een hypocriet is een munafiek. Munafiek betekent hypocriet. Nee, het is nog erger dan afvallig. Okay. Een munafiek, een hypocriet, doet alsof die van de leer is. Ja. Maar eigenlijk stiekem niet. Die is nog erger dan een afvallige. Want volgens de sharia staat op afvalligheid de dood. Op afvalligheid staat de dood, mits in een islamitische staat met een, met een islamitische wetgeving en genoeg bewijs. Okay. Waarop hypocrisie staat, wanneer jij een munafiek ziet, waar ook maar in de wereld, is het jouw plicht om meteen die persoon te doden, zonder rechtspraak. Jezus. Dat is nog erger. Afijn. En hier blijkt dus ook weer uit dat islam niet zomaar een religie is, maar echt een politiek stelsel met een eigen rechtssysteem, wat zichzelf wil uitoefenen. Daar zijn we het dan niet helemaal over eens, in die zin van, als je het inderdaad naar de letter van de wet interpreteert, tuurlijk, heb je helemaal gelijk. Het christendom is een religie van spiritualiteit. En het jodendom en de islam zijn inderdaad religies van wetten opvolgen, beleid, hoe heet dat? Beleid, ja. Beleid. Maar gelukkig, net zoals bij het jodendom, de meeste moslims die gaan nou niet, gelukkig niet, de meeste niet, die gaan nou niet zeggen, als we zien is, je moet hem doodmaken. Ja. Maar die paar gekken,
En voordat ik op je originele vraag antwoord geef, ja, over die column in precies, de Volkskrant. Dat is geweldig. Over dat taal. Wil geweldige ik jou, column. Wil ik jou eerst een cadeau geven. Ja. Ik denk misschien wel het belangrijkste cadeau uit je leven. Oké. Okay. Mijn boek Nederland, mijn vaderland, geschreven in 2015. Ja. Maar tot mijn verbazing eigenlijk wordt het steeds relevanter en actueler. Dus ik raad je ook aan om het snel uit te lezen. Het is een dun boek. Ik heb er ook iets voor je ingeschreven. Oh, lief. Nou, episch man. Dat is echt geweldig. Het is natuurlijk de coronamaatregelen, anders zou ik je hier knuffelen. Maar dat is... Dan gaan we gewoon doen. Dan gaan we het gewoon doen. Speciaal voor links nemen. Oh, wat lekker, wat lekker. Ja, dat wordt weer goed gedaan. Nee, super bedankt hiervoor, Sini. Nee, graag gedaan. Super bedankt. Ja. Nou, en om terug te komen op je vraag. Nou, het, even voor misschien voor de luisteraars. In de Volkskrant schreef een consultant eigenlijk. Mm-hmm. Een witte, progressieve vrouw. Mm-hmm. Ik ga haar naam nu noemen, want het gaat mij niet om de personen. Maar zij schreef een opiniestuk in de Volkskrant. Naar aanleiding van al die ophef over de Hull University. Mm-hmm. Die had gezegd van studenten met een kleurtje gaan wij niet dezelfde taaleisen verwachten voortaan als witte studenten. Ja. Want taal, grammatica en spelling zijn ook racistische, witte, heteroseksuele constructies. Zoiets. Ja. Ja. Nou, die dame in de Volkskrant, schreef in de Volkskrant. Nou, dat vind ik eigenlijk best een goed idee. Dat moeten we ook in Nederland doen. Dat was de strekking van haar verhaal. Nou, en dat creëerde bij mij... is dat de uitdrukking? Lont in het kruidvat? Hoe zeg je dat? De lont in het kruidvat steken. Ja, want toen ging ik... Ik was daar zo door beledigd. Getriggerd, ja. Getriggerd, precies. Getriggerd, beledigd, beschimd. Dat ik echt even een stap achteruit moest doen. Ja. Echt waar. Het was echt zo'n aha-erlevenis, weet je. Ja. En ik ging even alles op een rijtje zetten. Uit mijn hele leven. Ja. Vervolgens ook wat meer politiek, filosofisch, et cetera. En toen kwam ik achter iets... wat ik eigenlijk al lang had moeten zien. Namelijk, jij zei net... aan het begin zei je... nou, Zini, hij riep mensen op... om zich af te keren van de linkse zuil. Nee, ik heb geschreven en gezegd... de witte, progressieve zuil. Oké. Okay. Hadden we maar een linkse zuil? Ja, hebben we niet. Ja, dan kom je op Ewald Engelen... links is niet meer links, enzovoorts. En, ja, nou, ik weet niet wat Ewald zegt, maar... Bijvoorbeeld, maar... Noem eens een ander land in de wereld zit... waar een groene partij... Of Ronald van Raak, of in ieder geval... Laat me naar mij luisteren. Ja. Niet naar witte man... Nee, noem eens een ander land in de wereld. Zit. Ja. Even eerlijk. Noem eens een ander land in de hele wereld. Ik heb het niet gevonden. Ja. Waar een groene partij en een sociaal-democratische partij... een leenstelsel in het onderwijs, pensioenleeftijden verhogen... arbeidsmarkt flexibiliseren, de zorg privatiseren... al die neoliberale maatregelen zijn in Nederland door Groen en door de PvdA gedaan. Ja. Echt waar. Er is geen enkel... Nee, maar laatst, het is belangrijk. Er is geen enkel ander land in de wereld waar het zo radicaal door die twee linkse bloedgroepen is gedaan als in Nederland. Onvoorstelbaar. En dan... Maar goed, maar laten we die discussie even parkeren. En dan kom je op Diederik Samson die zegt... Jongens, je moet niet zo klagen, want als mijn kinderen vroeger in de gracht vielen... Ja! Dan kregen ze tetanus en nu kan je gewoon in de gracht zwemmen. Dus waar maken jullie je druk om? Even voor de luisteraars, wat Sid net zegt is letterlijk wat Diederik Samson, degene die dit eigenlijk... het meest heeft geïmplementeerd... rechtse economische maatregelen vanuit de PvdA... die zei een jaar geleden op zo'n Volkskrant... want het bleek dat jonge mensen... helemaal geen toekomst meer hebben in Nederland. Je kan geen huis meer kopen... je moet met schulden afstuderen als je al kan afstuderen. Je mag geen vrije mening meer hebben, want je wordt gecanceld. Dat ook nog. Geen vast contracten meer, bestaat niet meer in Nederland... als enige land in Europa trouwens. En wat zei Diederik Samson, precies wat Sid zegt... letterlijk, zonder... het was geen speld. Herhaal nog eens wat hij zei. Hij zei, jongens... Mijn kinderen, die kunnen in de Amsterdamse gracht zwemmen. En als wij vroeger in de gracht vielen, dan moest je toch wel een tetanusprikje halen. Want het water kon maar zo giftig zijn. En nu is de waterkwaliteit in één keer een stuk beter. Dus we moeten niet klagen over onzekerheid, die jongeren. En dit is heel goed dat je dit even op tafel legt, Sid. Dit is de ultieme, het gaat me niet om de persoon Samson, maar dit is de ultieme kristallisatie van het intellectuele failliet. Van de morele, ideologische dissimulatie van links Nederland... Waar ik mij tegen keer, omdat ik links ben. Ja. En ook op dat eerste punt wat je aanstipte. Hoe kan het zo zijn dat in Nederland bij links een vergezicht wordt geschetst... waarin wordt gezegd dat... Ik zeg gewoon allochtonie, want ik ga dat als geuzennaam gebruiken, als je het goed vindt. Natuurlijk. Waarom moet het worden allochtonen? Je kan dingen anders benoemen, maar de realiteit verandert niet, toch? Omdat ik in mijn boek schrijf dat het woord helemaal niet goed is, maar goed. Maar het is net zoals omvolking. Oh, of je nou het woord...
En dan, oh, maar dat is een alt-right complottheorie. Ja, maar of je nou het woord omvolking gebruikt... Het heeft wel een nare connotatie, omvolking. Of bevolkingsverandering of wijzigingen in de demografische samenstelling. Nee, maar dat komt allemaal op hetzelfde neer. Oké, ik snap het. Filosofisch heb je gelijk. Ja. Maar Sid, ik ga je gewoon strategisch advies geven. Ja. Als ik jou was, zou ik voortaan inderdaad bevolkingsverandering zeggen. En niet omvolken, want... Omvolking werd voor het eerst door de nazi's gebruikt. Dat is dat gewoon, wel zo? Dat is een feit, ja. Nou, maar je moet zelf weten. Maar dat, de Assyriërs hadden ook al omvolking. En hebben het echt over duizenden jaren... Dat was misschien ook een woord voor. Nee, mag het. Nee, maar het is ook... Ja, helaas moet je ook rekening houden met strategische dingen in het publiek debat. Vooral in Nederland. Vooral omvolking slash bevolkingsverandering slash een wijziging in de demografische samenstelling. Dat is beter. Ja, dat zo schrijf ik het altijd op. Want het komt toch op hetzelfde neer. Ja, maar die deugers, die willen altijd... Oh jongen, als je het zo zegt, dan ben je altijd right. Ja. Dat is sowieso een probleem in Nederland. We hebben geen debat hier, hè? Dat klopt. Ja, een beetje we hebben het vooral over van... mag iemand iets zeggen? Nou, dus wie mag iets zeggen? Niet over de inhoud. Wanneer mag iemand iets zeggen? Hoe mag iemand iets zeggen? En welke woorden? Dat is waar we het over hebben. Maar goed, nog even back to the point. Als links of wit progressief, moet ik zeggen, Nederland een verder gezicht aan de schets is, waarin zij een ideaal neerzetten, waarin allochtonen, met name jonge allochtonen, in het onderwijssysteem op geen enkele manier meer Nederlandse grammatica, spelling, et cetera, hoeven te leren. Want dat vinden ze inclusief. Dan vind ik dat zo'n giftige, weerzinwekkende, racistisch ideaal... die je eigenlijk zegt, want daar komt het op neer. Dan ben je klaar met school, ben je een allochtoon... je hebt helemaal niet leren spellen en schrijven en grammatica. Je moet gaan solliciteren. Wiens sollicitatiebrief gaat als eerste in de prullenbak? Degene met spelfouten. Links Nederland, wit progressief Nederland, dit is wat jullie willen. Want... Ja, maar dan willen ze die mensen dus aan laten nemen via... verplichte quota, want je moet dan zoveel mensen in dienst hebben. Niet eens. Dan heb je alleen maar de allochtonen die uit de elite komen, weet je wel? Ja, Afrikaanse prinsessen, ik ga geen namen noemen. Ja. We hebben letterlijk Afrikaanse prinsessen die, ik ga geen namen noemen, die schrijven voor de meest progressieve krant van Nederland, die alle subsidies krijgen. Miljonairsdochters, die vinden weg wel in die quota. Dat klopt. Maar de gewone allochtoon, uit Duiven bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè? Of de gewone... Het is een klasseoorlog, laat ik zo zeggen. Het is een klasseoorlog van wit progressief Nederland... tegen iedereen die niet uit een vanzelfsprekende achtergrond komt. Arme witte mensen moeten sowieso een bek houden... want het zijn allemaal nazi's. Die klopt. En arme allochtonen hoeven geen Nederlands te leren. Ja, dan horen we ze ook niet meer, nee, maar ook geen last meer van. Maar dit is belangrijk. Dit is belangrijk, Sint. Ja. Want hier zit dus een systeem achter. Ja. Het is een... Ze tuigen een soort van... Maoïstisch pigmenttribunaal op... Mm-hmm. En ook nog een situatie waarin iedereen op eieren moet gaan lopen. Je moet echt dat op is al heel lang zo. Dat is al sinds Janmaat zo. Dus... Nee, maar het is Pim Fortuyn dachten we, nu is het volk echt boos geworden. Nu komt er een doorbraak. Het is alleen maar erg geworden. Cancel culture, deplatforming. Het is allemaal erg geworden. Ja. Maar het punt is, maar wat voor belangen zitten hierachter? Ik denk dat hier misschien wel de meest racistische neoliberale belang hierachter zit. Namelijk de witte, progressieve, spreekwoordelijke grachtengordel. Die in de top zit van al die instituten. Samen met een handjevol, ik noem ze maar zo, met alle respect, gesubsidieerde beroepsallochtonen. Ja, geweldig. Die een klasseoorlog voeren tegen arme witte mensen buiten de Randstad. En arme allochtonen. Want als allochtonen arm en zielig blijven, hebben zij nog steeds een verdienmodel. Ja. Want als controle. Ze zijn afhankelijk van de staat, van uitkeringen, van beroepsquota, van verplicht aannamebeleid. Dus afhankelijk van een controle van de staat over de economie, enzovoort. En ook nog, als allochtonen zich niet emanciperen en zielig blijven, kunnen de witte progressieve elite altijd zeggen, kijk, die mensen zielig zijn, wij moeten ze helpen. Geef ons ook subsidie, geef ons ook podia. Ja. Maar ze gaan nooit hun eigen positie opgeven. Ze hebben het over witte mensen moeten plek maken, maar dan hebben ze het alleen over witte mensen die niet uit hun bubbel komen. Ja, weet je? Mensen uit Duiven, die aan de rand van Nederland wonen. Ze hebben het nooit over mensen die in de achtergrond op banden Ik heb geen enkele witte progressief iemand... gewoon gezegd, ik neem ontslag. Ja. Zodat iemand van kleur mijn plek kan innemen. Terwijl ze dat eigenlijk wel zeggen voor andere mensen. Ja. Nou goed, lang verhaal kort. We kunnen hier nog heel lang ze doorgaan. Ze creëren gewoon nog meer baantjes erbij, denk ik. Dus ze geven hun eigen positie niet op. Maar ze creëren dan gewoon bullshit jobs. Ja. Waar dan wel allochtonen in gaan. Dat laten ze door de staat betalen. En de staat betaalt dat door gewoon geld bij te drukken. Via de ECB, leningen. Terwijl je bevolking vergrijst enzovoort. Gewoon een compleet ongezonde economie te voeren. Om maar die bullshit banen in stand te houden. Ja, goed. En nu denk ik van, als we dat allemaal een beetje van afstand beschouwen en zien wat er allemaal gebeurt. Ik begin me heel erg zorgen te maken over Nederland. Want met dit model van zogenaamd antiracisme, zogenaamde inclusiviteit, wat eigenlijk neerkomt op juist Nederland nog meer uit elkaar drijven. Want er wordt ook gezegd,
witte mensen moeten hun mond houden over identiteit en racisme en wat, waar, omdat ze wit zijn. Dat is, ja, gewoon, dat klopt. Dat is gewoon een geaccepteerde mening nu in de grachtgordel. Oké. Okay. Ja. Maar niet daarbuiten gelukkig. Dus. Nee. Dus die kloof wordt alleen maar groter. En dan denk ik van, ja, ik ben ook benieuwd hoe jij ernaar kijkt, maar ja. Ik zie een toenemende kloof. Ik heb een zwarte kapster, hè, van Surinaamse afkomst. Die zegt zelf ook, ik ben helemaal klaar met die Nederlandse antiracisten. Die namens mij allemaal gekke dingen roepen, weet je wel. Zij heeft een witte man bijvoorbeeld. Maar waar ik me zorgen om maak, is dat die kloof is al enorm nu. Meer nog dan 20 jaar geleden in de tijd van Jan Maat. Mm-hmm. Maar als die kloof eenmaal, denk ik, een bepaalde, hoe zeg je dat, breedte heeft bereikt, ben ik echt bang. En daar verschillen wij misschien met van mening over. Ik ben heel bang voor een Nederlandse Trump. Die op een gegeven moment, wist je dat Trump meer gekleurde stemmen heeft gehad dan welke Republikeinse kandidaat ook? Ja, natuurlijk. Arme gekleurde mensen die gedesillusioneerd natuurlijk waren over Obama. Natuurlijk. Ik ben bang dat wij hier in Nederland ook zo'n omwenteling gaan krijgen over 4 jaar of misschien 8 jaar. En of het nou Baudet wordt of een andere Baudet, maakt mij niet zoveel uit. Maar dan vind ik ben uiteindelijk wel links. Dan raken we het land kwijt. Maar die elites, die progressieve elites, maar ook de VVD, Rutte, die snappen dit niet. Ze snappen niet dat ze het land stap voor stap cadeau aan het geven zijn. Heel goed. Aan de Trump van Nederland. Dat snappen ze heel goed. Ik denk het niet eerlijk. Want ze zetten gewoon in op het Chinese systeem. Zij gaan er gewoon vanuit dat de digitalisering de maatschappij zo in zijn greep krijgt. En dat het zo makkelijk zal zijn om alles te controleren via, nou, noem het maar op, hè. Dadelijk wordt het cash afgeschaft. En dan kan je alleen maar digitaal betalen. Hebben ze precies in gang wie wat aftikt en wanneer. Burgerschapspunten, social credit systemen, data mining via sociale media. Het reguleren van het debat maar door bepaalde Facebook meningen. En zo, toch? Of, ja, een big tech. Big tech, ja. Dat heeft nu meer data beschikbaar dan waar Goebbels en Stalin ooit van kon dromen. En dat is nu allemaal in handen. Wordt nu, de sleepwet is het eerste voorstadium. En ze gaan er gewoon van uit. Kijk, ze geloven sowieso nergens in. Want je kan zeggen wat je wil over die oude conservatieve elites. Abraham Kuyper en de katholieke volkspartij. En ga ze maar door. Die hadden wel het idee over staan in een bepaalde traditie. Een bepaald erfgoed. Hè? Dat is vroeger de kerk. Nou, de kerk bestaat 1000 jaar. Dus dat model, je moet mensen opleiden. En dan moet je dat gedachtegoed, dat cultuurgoed, waar je allemaal samen deel van uitmaakt, moet je doorgeven naar de volgende generatie. Dat noemt Alexis de Tocqueville, noemt dat de noblesse oblige. Zelfs links had dat, hè, met Den Uyl en Marcus Bakker zelfs. Klopt. Ja. Klopt, maar wat er dus toen gebeurd is dat ze dat, toen kwam er dus een soort jaren 60 en dan krijg je dan meer het ideaal, niet het ideaal van de collectieve idealen, hè, vrijheid, gelijkheid, broederschap, de Franse idealen zijn ingeruild voor meer individualistische, hedonistische idealen, dus authenticiteit, zelfreflectie, zelfredzaamheid, zelfexpressie, ja. Dat zijn de nieuwe grote waarden geweest van het postmodernisme. En die lui geloven eigenlijk nergens in. Ze geloven eigenlijk in, wij hebben de plusje, nou, ja. De best mogelijke plek die je kan hebben binnen de politiek, die heeft Rutte. Nou, waarom zouden die opgeven? Waarom? Want die premier is, bedoel je? Of? Ja, en hij staat in de spotlights. Hij trekt aan de touwtjes. Hij krijgt de meeste aandacht. Hij heeft verder ook geen vrouw en kinderen. Leven is helemaal leeg buiten zijn politieke precies, macht. Daar heb je gelijk. Hij heeft niks anders. Ja, dus maar, die willen, en zo denken al die gasten. Leg mij eens één ding zo uit. Zo denken al die gasten. Ze willen gewoon zo lang mogelijk aan de macht blijven. Ik heb het gezien in de gemeenteraad. Dat er dus wethouders zijn die zijn een schutterijkoning. En hebben een lokaal kolompje gehad in de Duivenpost. Nou, en die worden dan 100 jaar gekozen met voorkeurstemmen van kroegtijgers, waar ze elke paar maanden een keer langs gaan en een rondje geven. Ja, zo is dat gewoon. Die worden elk jaar weer herkozen. En dan is het zo van, maar dit jaar, jongens, voor tijd voor de nieuwe generatie. Hè, we gaan nu echt de tijd dat de toko goed overgedragen wordt. Dus we gaan wat jonge mensen op de lijst zetten. Nou, dat doen ze dan ook. Vervolgens krijgen ze voorkeurstemmen, gaan ze toch zelf weer zitten. En laten ze de jonge mensen gewoon bungelen. Maar dat mag toch niet eens? Tuurlijk mag dat. Als er jong iemand zegt, ik heb voorkeurstemmen. Nee, maar omdat zij de schutterijkoningen zijn. En lokale bekendheden en zo. Krijgen ze altijd voorkeurstemmen. En dan pushen ze die jongen er weer uit. En dan worden ze gewoon zelf wethouder. Gaan ze gewoon zelf weer zitten. Dat gebeurt elke Ja. Lijkt net Turkije, man. Ja, maar dus zo zag ik dat dus ook al. Ja, maar dat is dus omdat ze dus niet geloven in idealen en ideeën die het individu overstijgen. Maar zit, ze denken gewoon na mij de zonvloed en ik pak het plusje en ik verrijk mezelf en ik geniet van de macht nu ik hem heb. En that's it. En na mij de zonvloed. Dat is de ultieme consequentie van die idealen. Switch die in de jaren 60 zijn ingezet. Maar maar dan denk ik, onderschat je wel, denk ik, één dimensie. Ze schuiven gewoon alle problemen vooruit en ze houden het buiten de beeldvorming. En zolang zij het buiten de beeldvorming kunnen houden, geloven ze dat ze winnen. Nee, maar dat klopt. En ze laten zich informeren door media die alleen maar hun eigen wereldbeeld naschrijven. Ben je nou aan het interview, ben je een lezing aan het geven? Ik ben nu een lezing aan het geven. Nee, maar oké, ik wil even een inzoomen op wat je zegt namelijk. Ja. Want oké, dat klopt ook wel, hè? Korte termijn, machtsbelangen, et cetera. Het is goed dat je eten hebt neergezet, anders blijf ik maar praten. Nee, ik vind het super interessant. Nee, maar je moet even goed luisteren. Ik ben benieuwd. Want we moeten denk ik inzoomen nu hier. Want het mechanisme van de buitenlaag beschrijf je goed. Ik heb het ook gezien.
Dat is volgens mij voor elk mens. Maakt niet uit wat je aan het doen bent. Je hebt natuurlijk altijd korte termijn machtsbelangen. Maakt niet uit waar je werkt of wie je bent. Maar ik denk dat jij ook tegelijkertijd misschien een beetje onderschat dat er ook nog ideologische belangen spelen. Niet, je hebt gelijk, geen ideologische belangen in de zin van landsbelang. Dus Hans Wiegel dacht aan het landsbelang vanuit zijn politieke perspectief. Van een klassiek liberale perspectief. Marcus Bakker dacht aan het landsbelang vanuit zijn communistische perspectief. Ja. Den Uyl vanuit het sociaal-democratisch perspectief. En je had nog een paar, zelfs van Mierlo, het originele D66. Hè? Participatie, burgerinspraak, referenda. Maar deze gast zit erom het als een springplank te gebruiken naar een topfunctie. Die maar nu moeten we precies zijn, denk ik. Want dat proces dat jij beschrijft van ontideologisering van de politiek. Ja. En een soort van postmoderne, waardevrije, technocratische. Ja, het summum daarvan was paars trouwens. En dat is daar alleen maar doorgegaan. Ja, ja. Maar ik denk dat jij. En dan moeten we eigenlijk terug naar 1977. En nu ga ik even hier heel specifiek zeggen. Ja. Het kabinet Den Uyl, 1973, 1977, was zo succesvol. Als je het hebt over populisme. Ja. Den Uyl was de grootste populist uit de Nederlandse geschiedenis. Op een goede manier. Hij bracht de politiek weer terug bij de bevolking. Gewone mensen heb ik het nou over, hè? Gewone mensen. Ja, ja. Oké. Hij werd beloond voor zijn kabinet met 10 zetels erbij. In 1977. Hij won de verkiezingen. Ja. Toen moest er een formatie worden gemaakt. Toen hebben, en dat ik verbaas me erover, dat in de Nederlandse geschiedschrijving wordt gezegd, ja, vervolgens overspeelde Den Uyl zijn hand. Daarom heeft hij geen tweede Den Uyl kabinet kunnen halen. Bullshit. Als je gewoon naar de feiten en de geschiedenis krijgt, wat zie je dan? Het CDA met Van Acht. Ja, maar dat was eigenlijk een soort van, ik heb moeite om dat woord te gebruiken, maar dat was een soort van samenzwering tussen werkgevers. Klinkt een kartel. Ja, tussen wat we nu VNO-NCW heet, maar in ieder geval de allerrijkste werkgevers en de CDA, om ten koste van alles geen tweede kabinet Den Uyl te krijgen. Dat is gelukt en toen kwam wat jij zegt. Lubbers was de allereerste premier in de Nederlandse geschiedenis die een totaal dichtgetimmerd regeerakkoord maakt. Totaal dichtgetimmerd, tot in de detail. In de Tweede Kamer was er geen enkele ruimte meer eigenlijk om oppositie te voeren, controlerende taak. Gelukkig hadden Kamerleden toen gewoon ook nog een eigen staf en zo. Dus er was ook nog dualisme, dus het gebeurde wel. Maar ik denk, en waarom deed hij dat? En waarom deed Kok het ook? Waarom deed Rutte het nog meer dan die? Ik denk niet dat het alleen maar te maken heeft met korttermijn belang. Ik denk dat er ook een ideologie achter zit, die wordt verborgen. Okay. En die ideologie is om de Nederlandse samenleving op alle mogelijke vlakken. Ze hebben alleen zuurstof nog niet geprivatiseerd, zit. Alleen zuurstof is nog niet geprivatiseerd. Om op alle zonlicht. Dat ook nu wel met zonnepanelen. Maar goed. Klopt, ja. Ook gesubsidieerd, woke. Maar je moet dat is ook mijn moeite met jou en met de rechtsanalyses uiteindelijk ook. De eerste stap doen jullie heel goed. De eerste analyse is goed. Maar de tweede, economische analyse. Follow the money. Dat mis ik steeds bij jullie. Nou, moet je mijn laatste column lezen. Ewald Engel heeft hem geretweet. Ik noem even jou om even te stangen. Maar het punt is, er zit wel degelijk een ideologisch belang achter. Maar die wordt verkocht met de claim van geen ideologie, technocratie, PV Nederland. We moeten het allemaal gaan managen. Maar het is wel ideologie. Die ideologie is, we gaan de Nederlandse samenleving afschaffen. Privatiseren, decentraliseren, liberaliseren. En wie plukt daar de vruchten van? Het bedrijfsleven en niet de gewone burger. Gesubsidieerde bedrijven ook nog eens. Ja, dat, precies, maar daar gaat het even niet om. Het punt is, er zit wel degelijk een ideologie achter. Het is niet alleen maar machtsbelang. Maar wacht even, daar valt een heleboel over te zeggen. En ik wil graag ook nog even terug naar die allochtonen die je in het begin noemde. Maar hier wil ik eventjes iets formuleren wat een belangrijk punt al is. Want Obama bijvoorbeeld werd echt als iemand neergezet met een visie en hope and change. Maar was eigenlijk vooral een voortvloeisel van de status quo. Hij heeft duizenden mensen weggebombardeerd met drones. Ook hij heeft Mexicaanse migranten in kooien laten opsluiten. Ja. En neoliberaal beleid. Ja, inderdaad. Hè. En ook hij heeft Guantanamo Bay nooit kunnen sluiten. En ga zo maar door. Oké, maar wat gebeurt er eigenlijk? Dat er zo'n status quo ontstaat in de hele westerse wereld. Waarbij aan de ene kant, dus een beetje wat jij een beetje de grachtgordel al noemt, of het kartel, of de progressieve liberale elite. Hè. Eigenlijk kunnen we gewoon zeggen, linkse liberale, genderfluïde, cosmopolieten. Dat kunnen we eigenlijk gewoon zeggen. Die hebben eigenlijk de macht naar ze toegegrepen via zowel de politiek als de culturele sector. En, het is het bedrijfsleven uiteindelijk die de macht grijpt. Ja, maar dat is ook verboden. En ze gebruiken dit soort ideologieën om mensen in een kooi te houden. Ja, maar dan kom je dus op dat de marxistische kritiek op het kapitalistische productieproces zich heeft geconformeerd aan een niet gewenste affirmatie. In die zin dat het zich als inclusief woke is gaan profileren. En dat alleen maar. Het is dus eigenlijk de counterculture die is opgekomen in een reactie op de burgerlijke
burgerlijke consumentisme is zelf een product geworden binnen de kapitalistische productieproces. Want nu ben je er ook bezig om subsidies naar je toe te harken omdat je woke bent. En ja, woke dit, verkoopt, dit, hè, dus het is allemaal... Maar wat is woke? Laten we daar even op inzoomen. Nou, woke is niet inclusiviteit. Woke is... Nee, dat is zeker niet. Dat is dat censureren wat iemand mag vinden. Nog erger dan dat. Dat is een van de uitkomsten. Denk maar aan Karl Popper, Open Samenleving en een Vijand. Het gaat over woke. Verifieerbare en ook contesteerbare claims. Dus je moet dingen kunnen aanvechten, kunnen bekritiseren wat woke doet. Dus zeg nee, ik wil mijn safe space. Dus nee, compleet iets anders. Als je dat tegen me mee nazi, oké? Sorry. Maar het punt is, als je er goed naar kijkt, woke heeft helemaal niks te maken met emancipatie of inclusie. Woke is de stootroep. De verzwarthemde stootroep van de neoliberale klasseoorlog tegen de arme witte man. Dat man zegt er specifiek bij. Ja. Want als je echt voor inclusiviteit bent en echt voor LGBT-rechten bent en echt voor al die dingen, dan ga je dus niet doen door een klasseoorlog te voeren tegen arme witte mannen die dat nog niet begrijpen. Dan ga je doen zoals Martin Luther King het deed bijvoorbeeld. Weet je wel? Mm-hmm. Er zit een bewuste strategie achter, die onderschat jij volgens mij. En die denkt niet de belangen van links. Even kijken... Nou, dan maak je hier mijn aantekeningen. Ja. Nou, je weet dat ik gelijk heb. Maar ik ben heel erg voor LGBT-rechten. Ik ben heel erg voor gelijkheid en voor inclusiviteit. Maar ik vind mensen moeten recht hebben op grond hebben van hun burgerschap. Je bent burger van een gedeelde staat. Niet omdat je homo bent, of omdat je jood bent, of omdat je vrouw bent. Allemaal. Dan ga je dat burgerschap opknippen in steeds kleinere compartimenten. Precies. Die onderling met elkaar gaan concurreren. Ja. En als wie met heeft elkaar, daar belang bij? Wie het groot kapitaal. Ja. Ja, precies. High five. Nou, dat heb ik al heel vaak geschreven en gezegd. Ik weet het, dan vraag ik ook. Ja, klopt. Dan kan je me intikken. Heel goed. Ik had alles wat jij zegt, heb ik zoveel ideeën. Zoveel gedachten bij en belangrijke punten die ik hierbij wilde maken. Ik ben een intellectuele rollercoaster, zeg. Ja. Nou, ik had 4 punten. Ik kan nog maar 3 nu herinneren. Maar ten eerste dus die analyse. Kijk, wat er dus gebeurt. Dat een heleboel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen door die cosmopolitische, genderfluïde, linksliberale elite. En dat zijn de mensen die gaan stemmen op Wilders, gaan stemmen op Trump, gaan stemmen op Boris Johnson. En dus die nemen een soort antipositie in. Dus dan is het eigenlijk heel makkelijk van, oh, zij vinden allemaal Wilders kut. Nou, ik weet dat zijn die hoogopgeleide die op mij neerkijken en mij als, weet ik wat, fabrieksarbeider of lasser, eigenlijk maar een domme xenofobe klootzak vinden. Dan ga ik sowieso stemmen op Boris Johnson, weet je. Ja. En dat is ook gewoon een winnende strategie dan. Hè? Dus zelfs al geloof je ideologisch helemaal niet in conservatisme, Trump is ook gewoon een pragmatist. Die niet per definitie, en dat denkt de Rutte ook trouwens, dus jij zegt, oh, wat als de nieuwe Trump aan de macht komt? Oh, wat zeer erg, dat zien ze niet in. Nee, Rutte denkt gewoon, nou, dan komt er een nieuwe Trump, dan ga ik daar ook een dealtje mee maken. Zo denkt dat Rutte. Vind ik Rutte denkt, het maakt helemaal geen flikker uit. Rutte is gewoon een lege technocraat. Ja, als hij moet regeren met een nationalisten, dan doet hij dat. Ja. Als hij moet reageren met knetter, extreem links, woke, communisme, doet hij dat ook. Het boeit hem allemaal niet. Kijk, er was ooit in dat epische debat tussen Baudet en Rutte, wat er ooit geweest is, maakte Baudet ook echt dingen, echt dan denk ik, ja, hij zegt die dingen die ik echt zelf ook denk, in mijn ervaring uit de VVD. Rutte wil gewoon aan het schip van de staat staan, aan het roer van het schip, en het maakt hem verder niet uit waar dat schip naartoe zeilt. Hij wil gewoon de king zijn. Ja, dat laatste weet ik niet zozeer, maar ga door. Ja. En, ja. Rutte is toen met die deal met Verdonk. Hè, hij moest echt alle zeilen bijzetten om de baas binnen de VVD te blijven. Want hij stond er slecht voor. Verdonk was veel populairder onder de leden en onder de kiezers. Dus, maar goed, het bedrijfsleven, dat Lubberiaanse, Kokkiaanse kartel, dat wilde gewoon Rutte, klaar. Die wilde gewoon technocratisch, platgeslagen liberalisme met een progressief sausje. Dat is wat zij wilden. Niet dat neoliberalisme is. Niet dat volksnationalisme waar Verdonk voor stond. Dus ze wilden dat technocratische, progressieve flair bullshit. Technocratie wilden ze hebben. En Rutte heeft toen... Ja, wie is nou de persoon Rutte? Zijn familie, zijn diepste drijfveren. Niemand heeft er ooit iets van kunnen proeven. Hij heeft ooit een keer gezegd, ja, ik kom uit Indonesië. Ja. Ik had niks meer, ik heb alles moeten opbouwen. Dat is zijn verhaal. Hij heeft verder helemaal niks eigenlijk. Niks. Ik heb een primeur voor jou, Sid. Maar even dit punt. Dus in dat onderhandelingsproces van... de PVV werd groot. Oké, dus ik ga nu met de PVV regeren. Nou ja, die bestuurlijk leveren die toch niks. Dus ik kan mijn mensen dan allemaal op die bestuurlijke plekken zetten. Want de PVV levert bestuurlijk toch niks aan. Dat betekent dat ik procentueel een hele... Mijn macht in die instituties, die ambtenaren, kan gaan aanstellen. Nou, dan ben ik eenmaal gevestigd. Dan is mijn denken, mijn mensen zijn daar ingedaald. Dan knikker ik die PVV eruit. En dan ga ik verder met links. En dan is links van mij afhankelijk... als ze niet willen dat er weer een rechtskabinet gaat komen. Dat is gewoon hoe Rutte gedacht heeft.
En wie is de mens, Rutte? Nou, hij moet iedereen te vriend houden. Werknemers, werkgevers, NGO's, multinationals. Hij is voortdurend aan het onderhandelen met iedereen. Dealtjes maken, steeds kleinere partijen. Politieke fragmentatie, kleine minderheden, krappe minderheden, krappe meerderheden. Wie is hij als mens? Hij is in die onderhandelingsmodus. Ga ik je vertellen. In die onderhandelingsmodus, in dat voortdurende uitruilen, in dat voortdurende bovenaan die apenrots blijven, heeft hij alle ideologie, alle principes, alle ethische waarden helemaal uitgeruild. Want dat is niet waar. Dat er is geen mens Rutte meer achter het politieke masker. Hij is de perfecte persoon. In altijd waar. Blijven lachen, altijd amicaal blijven, altijd die rimpelloze. Dat is ook een neplach ook. Als je goed let, is een neplach. Dat amicale, dat neppen, dat iedereen op de schouder. Hij zegt zo iemand, ik kom eigenlijk te laat op een verjaardag. Nou, ik wil toch even gezien zijn. Ik sla iedereen op de schouders. Ik begin gesprekjes, maar ik maak ze niet af. En ik ben weg. En binnen 5 seconden zit ik weer in de taxi. Waarom? Ik ben even gezien. Iedereen heeft me even gezien. Iedereen vindt me even amicaal. Er zit gewoon niks achter. Het is allemaal leeg. Dus de mens Rutte, die is gewoon verdampt in dat voortdurende. Onderhandelen, met iedereen vriendjes moeten blijven. Nee, dat is een strategie. De mens Rutte is gewoon verdampt. Dus er is geen mens Rutte meer achter dat politieke masker. Die is er wel, Sip. Psychisch gezien is hij gewoon verdampt. En daarom moet hij die macht blijven houden. Hier slijt de plank mis. Hij moet verder in die politiek. Hij moet rijden. Dat klopt. Die band die moet blijven draaien. Omdat als het zou stilvallen, dan wordt hij geconfronteerd met zijn eigen leegheid. Er is geen mens Rutte meer achter dat politieke masker. Ook dat mogen zo zijn. Oké. Okay. Ik ben het grotendeels eens met alles wat je zegt, behalve één ding. En nu komt hij. Ik ga jou een primeur geven, Sid. Ik ben nu dus aan het schrijven aan mijn volgende boek, vanuit mijn ervaring in de politiek. En dat kost veel tijd, want ik ga hier niet stoer over doen. Mijn exit was traumatisch, ik moest dat allemaal verwerken, dus dat schrijfproces ging lastig. Maar ik heb wel nu inmiddels bijna 2,5 jaar lang heel veel research gedaan. Eén van mijn hoofdstukken gaat over Rutte. Want precies de grote vraag, de grote enigma is, ook bij heel veel gewone mensen van, wie is die gast nou? Want hij komt met de fiets naar het torentje. Dan zijn de kamer gaan fietsen. Hij zegt appel, gaat die appel eten. En dan zegt hij, wat is die gewoon gebleven? Maar nu ga ik je iets vertellen dat een beetje aanvult wat jij net zei en een paar scherpe randjes ervan afhaalt en het verdiept. Ik ben benieuwd. Ik heb een aantal obscure bronnen gevonden. Over Rutte. Ik heb een afgeschreven bibliotheekboek gevonden uit 2009. Ik zal het je zo wel laten zien. Ja. Uit 2009, toen was Rutte geen premier. Hij was fractievoorzitter van de VVD. En iedereen dacht, dat gaat niks worden. Hij heeft verdonkt eruit gekieperd. Hij heeft geen charisma, wordt niks. Ja. Maar dat boek is super interessant. Want in dat boek worden mensen geïnterviewd uit het leven van Rutte. Van vroeger en van toen. Oké, voor de luisteraars van de zeilkast. Wat Sid net zei, in 2002 werd Rutte door toenmalig minister Gerrit Zalm van de VVD naar Den Haag gehaald om minister van Sociale Zaken te worden. En onderwijs toch? Nee, eerst Sociale Zaken, daarna werd het onderwijs. Dat is belangrijk. Ja. Ik zal je wat zeggen. Rutte is bijna 20 jaar inmiddels bijna onafgebroken aan de macht. Hij is 3 jaar fractievoorzitter geweest. Hij is dan, behalve dat, die 3 jaartjes, is hij staatssecretaris geweest en premier. Rutte drukt al 20 jaar lang zijn stempel op Nederland en op de Nederlandse politieke cultuur. Dat onderschatten mensen. Mensen denken, hij is pas in 2010 premier geworden. We hebben hier een paar weken geleden Wiebren van Hagen gehad en die heeft dit precies persoonlijk benoemd. Ik zeg, als de mensen zeggen, bedoel ik niet iedereen, maar ik bedoel gewoon het algemene publiek en de beschouwing in de media. De mainstream media. Precies, oké. Maar, nu komt het. Zit. Wat ik net zei, in 2002 werd hij door Gerrit Zalm naar daarna gehaald om staatssecretaris te worden. Oké, wat deed Rutte daarvoor? Unilever. Precies. Hij was 10 jaar lang. Voor 2002 was Rutte 10 jaar lang HR-manager bij Unilever. Nou, in dat boekje dat ik heb gevonden, hebben ze ook een collega geïnterviewd van hem, van Unilever. Mm-hmm. Uit die tijd. En nu komt hij. En die collega legt uit waarom Rutte zo geweldig was. Waarom Rutte zo'n reputatie kreeg in de multinationale kringen van de wereld en van Nederland en van de VVD. Want Rutte was innovatief als HR-manager bij Unilever. Rutte deed iets unieks. Hij werd HR-manager van Unilever. Wat deed Rutte? Hij was de eerste HR-manager die, want zijn enige taak was mensen ontslaan. Saneren, ontslaan. Niet aannemen. Hij moest ontslaan. Saneren, bezuinigen. Weet je wat hij ging doen? Hij ging de fabrieksvloer op bij Unilever.
Hij ging met arbeiders praten. Vooral arbeiders die moeilijk deden, die lastig waren. Hij zei, ik kan me niet nadoen. Ik ga proberen Rutte te laten doen. Ik kan het niet. Ja. Maar hij zei, kom, laten we even koffie en thee drinken. Laten we even... Amicaal doen. Hij ging ze dus betrekken bij zijn beleid, zogenaamd. Ja. Wat dus hij ging met ze om tafel zitten, thee drinken, koffie drinken. En dan ging hij doen alsof hij luisterde naar hun grieven. Als hij dat betrok erbij. Ja. En ik moet een x-bedrag bezuinigen. En ik weet ook niet, help me. Dus eigenlijk wat we... Vintage Rutte noem ik dat. Ja. Vintage Rutte. Dus wat gebeurde vervolgens? Al die arbeiders die vonden hem een aardig gast. Hij lachte heel veel. En ja. Was, maar hij gaat je doodmaken. Precies, wat gebeurt er? Vervolgens worden allemaal ontslagen. En ze hebben nog een glimlach erbij ook. Ja. Want ze vinden Rutte zo aardig. Ja. En dit is een strategie van Rutte. Toen hij staatssecretaris werd, deed hij precies hetzelfde. Toen hij premier werd, deed hij precies hetzelfde. Die gast heeft eerst 10 jaar lang bij Rutte, daarna 20 jaar lang in Nederland algemeen, alles wegbezuinigd. Hij heeft 60 miljard euro structuur. Hoe kan dat nou? De belastingen worden steeds hoger. Ja, maar inflatie wordt steeds hoger. Ja, staatsuitgaven worden steeds hoger. Voor jou en mij wordt de belasting hoger. Maar voor multinationals, voor de rijkste 1%, is het bijna niks meer. Oké? Okay? Ja, dat is Rutte. Brievenbussen enzovoort. Precies. Dat is precies mijn punt. Maar ik vind dat mensen moeten dit echt begrijpen. Deze vent Rutte, hij heeft wel degelijk een ideologie. Laten we kijken naar het tweede kabinet Rutte, waar de PvdA in naam ook... Het was alleen maar rechts neoliberaal beleid, oké? Okay? Ja. En Samsung ging erin mee. Ja. De PvdA ging erin mee, want Rutte is zo aardig. En ze waren zelf ook neoliberaal. Wat jij denk ik onderschat, of althans niet jij, maar... Rutte is iemand die heel goed in staat is om te doen alsof hij water bij de wijn doet. Hij betrekt jou erbij. Maar hij gaat je doodmaken. Precies. Er is wel degelijk... Je gaat je euthaniseren en je gaat met vreugde ga je die vergulde pil doorslikken. En nu komt hij, precies dit. Dus wat ik zeg is, er zit wel degelijk een ideologie achter. Maar dan door zo'n uitzonderlijk goede, tussen aanhalingstekens goede, professionele implementatie van iemand die jou bij jouw eigen ondergang betrekt. Het is echt onvoorstelbaar hoe geniaal die man is in die zin. Maar er zit wel degelijk een ideologie achter. Hij is niet voor niks al 30 jaar lang alles aan het wegbezuinigen. Eerst bij Unilever en daarna in Nederland. Ja. En dan komen er twee dingen. Dus ten eerste nog eventjes die andere. Eerst wil ik dat je toegeeft dat het niet zonder dat Rutte wel een ideologie heeft, ook al verbergt hij het. Dat moet je eerst toegeven. Ja, dat genderfluïde. Hij heeft ook geen gezin, dus nee, niet genderfluïde. Dat is alles. Dat genderfluïde, linksliberale, afschaffen, cosmopolitisch, technocratische denken. Jij trapt in zijn val. Jij legt het belang bij LGBT-dingen, want dat is waarom ze het allemaal ook aan de grote klok hangen, zodat iedereen daarover gaat praten. Dat maar ondertussen bezuinigen ze Nederland weg. En ik vind dat jij daar meer aandacht moet besteden. Nee, want nu, wat jij nu zegt is, help Rutte namelijk. Nee, dat is niet waar. Dat is niet zo. Ja, jawel, Rutte. Dat is niet zo, want dit het gaat niet om woke, het gaat om neoliberalisme. Dit is een politieke orde die uiteindelijk puur kapitalistisch is. Eigenlijk niet een ideologische inhoud wil hebben, maar dat toch heeft. En die ideologische inhoud waarmee ze zich aan het coden zijn... Ze doen alsof ze het niet hebben. Begrijp dat nou eens. Dat is... Ze hebben het fucking wel. Ja, ze importeren kinderarbeid uit China. Denk maar aan al die... Dat is ook wat ik laatst weer gezegd heb. Denk maar aan al die woke auto's. Hè? Dus rijden op Tesla, gesubsidieerd door de staat. Ja, wie kan dat betalen? Ja, niet tante Truus die met de bus naar de buurt gaat. Ach, met de Fatima ook niet. Nee, dus wat gaat er dan gebeuren? Dat je uiteindelijk belasting aan het betalen bent voor multinationals. Die lopen te virtue signalen dat ze zo duurzaam zijn. Exact. En dat zijn ze van die elektrische motoren die gemaakt worden van schaarse grondstoffen. Jij snapt het wel. Waar China het monopolie op heeft. Die door fucking arme kindjes worden gedolven. En door Afrikaanse warlords. Die zeggen die een paar miljoen van China nemen. China volgens de vrije hand geeft om al die grondstoffen daar weg te trekken. Kijken niet naar de toekomst, verrijken hun eigen familie, houden het volk onder de duim. De Chinezen die pakken wat ze pakken kunnen. En als het Westen dat zou doen, zou het allemaal als koloniaal betiteld worden. Maar we zitten wel allemaal die woke auto's te kopen, die op fucking imperialistische manier geproduceerd worden. Daar heb ik het 100.000 keer over. Je neemt de woorden uit mijn mond, geniaal. Ja, maar ik wil dus naar twee dingen toe. Die twee kampen. Dus je hebt eigenlijk twee kampen waar je uit kan kiezen. Dus of je hebt dat de kamp Macron. Ja, wat links is fucking bang voor Front Nationaal. Links is fucking bang voor Vlaams Belang. Links is fucking bang voor de PVV. Dus wat gaan ze doen?
Ze gaan dus voortdurend de kamp kiezen van de middenpartijen. Dus dat zijn de Macrons van deze wereld, de Obama's, dat zijn de Rutte's. Even Macron vind ik een held hoor. En die presenteren zich als links-progressief. Hè? Want dan komen we op dat genderfluïde verhaaltje. Maar voeren in feite een beleid dat gewoon fucking goed is voor het internationaal georganiseerde grootkapitaal. Exact. Dat profiteert van een grenzeloze wereld, omdat ze ook digitaal georganiseerd zijn. Nou, hè, dan kom je, die cosmopolieten zijn goed in omgaan met sociale media, kunnen goed programmeren, kunnen spreken hun talen, kunnen makkelijk reizen tussen landen. Dus daar hebben we baat bij. Bij dat globalistische wereldbeeld. Terwijl de meer nationalistisch honkvaste mensen, dat woord honkvast moet je onthouden. Ja, dat zijn de dupes. En dat zijn de mensen die alleen nog maar de kans krijgen om dan te gaan stemmen op een Trump of op een Boris Johnson. Ja. En dat is dus de politieke dynamiek die je hebt. En zolang links hierin blijft meegaan, zullen die Macrons en die Ruttes altijd aan de macht blijven. Dan krijg je dus ook, kijk, neem nou een taxichauffeur of weet ik wat, of een fabrieksarbeider, een uitkeringstrekker, weet ik veel wat. Iemand in Frankrijk. Wat gebeurde er toen? Toen op een gegeven moment zeiden de socialisten van, nou weet je wat, we trekken ons terug uit de verkiezingen, maar stem allemaal op de partij van Sarkozy. Of nee, we trekken ons terug uit de verkiezingen, stem allemaal uit de partij van Macron. Dat is allebei gebeurd. Hmm. En waarom is dat? Omdat ze dat presidentiële stelsel hebben en ze zijn veel te bang dat Marine Le Pen gaat winnen. Hmm. Dus dan zeggen ze maar tegen links, ja, stem maar op het minste van de twee kwaden. Maar dat zijn allemaal partijen met een veel kapitalistischere agenda dan het Front Nationaal. Dat zijn altijd partijen met een veel kapitalistischere agenda dan de PVV. Dus wat er hier gebeurt, is dat links hun eigen sociaal-economisch kwetsbare achterban dwingt, ja, om de sociaal-economische agenda op te geven, ja, ten faveure van links-woke deugen. Want, maar die achterban doet dat niet. Die is weg. Die is helemaal weg. Die, ja, laten we het hopen. Maar kennelijk stemmen mensen toch weer op Rutte. Laten zich bluepillen en gaan toch weer op Rutte stemmen. En op Obama, weet ik veel. Of Biden. Ja, wat is dat nou voor een man zonder visie? Goed, maar wat hier dus, dat is dus... Ben ik niet met je eens, man. En dat is dus die... Biden is nu eindelijk onder druk trouwens van echte linkse mensen. Hij wil het zelf niet, daar heb je gelijk in. Maar hij is voor het eerst in de geschiedenis van Amerika sinds Nixon. Nixon was de laatste linkse president van Amerika. Hij ging een nationale zorgverzekering optuigen. Okay. Was dat niet Johnson? Nee, Nixon zette dat helemaal door. Ondanks, dat was omgekeerd. Nixon moest aftreden, toen kwam Johnson aan de macht, toch? En toen kreeg je die spanning. Johnson kwam naar Kennedy aan de macht. Met Johnson Molenaar en zo. Johnson kwam naar Kennedy aan de macht. Na Johnson kwam Nixon aan de macht. Oké, maar mijn punt is, even kort over Biden. Heel kort, gaan we nou niet over Subatten. Ik ben het allemaal op de voet aan het volgen. Biden is, wat was het? 3000 miljard aan het investeren in infrastructuur. Eindelijk, na fucking 40... Sorry, mag niet schelden. Na 40 jaar neoliberalisme. In infrastructuur, in zorg. Dus hij snapt... Maar er zijn toch ook weer bedrijven die vriendjes zijn van de machtige democraten. En is toch eigenlijk ook gewoon puur neoliberalisme? Volgens mij heeft Biden... Dan is, of het nou oprecht is of niet, interesseert me niet. Maar volgens mij hebben die, hoe zeg je dat, democratische elites... zijn zo geschrokken van Trump, want ze hebben toen echt gezien, oh, we kunnen het land echt kwijtraken. Ook de Republikeinse establishment, die zijn de macht al kwijt eigenlijk, aan de radicale... Ze zijn alleen maar woker geworden. Aan die radicale meer Black Lives Matter kant opgegaan enzovoort. Maar in Nederland, en nu komt mijn punt. Want ik dacht eerst, toen de coronacrisis kwam, opeens kon er wel een begrotingstekort zijn om mensen te helpen of bedrijven te helpen. Ook al gebeurde het niet genoeg, veel te weinig. Opeens gingen in één klap al die zalmnormen, neoliberale dogma's, ik noem het altijd de neoliberale sharia, noem ik het altijd. Kom opeens na, wat is het, 1993, zalmnorm, na bijna 30 jaar uit de deur. Dus ik dacht, okay, eindelijk hebben Rutte en Co, Rutte, D66, PvdA, hebben ook door van, als ze doorgaan op deze voet, zijn we het land kwijt. Ik dacht, ze gaan echt nu een radicaal andere koers varen en een beetje investeren in de verzorgingsstaat. Maar nee! Nee, dat zit niet in hun DNA. Ik heb me daarna vergist, Sid. Weet je nog dat RTL-debat vlak voor de verkiezingen? Op RTL4 was Wilders en Rutte, of? Er was een groot debat met lijsttrekkers op RTL4 vlak voor de laatste verkiezingen. Heb ik niet gekeken. Okay. Het enige debat wat ik gekeken heb tussen Wilders en Rutte. Je moet terugkijken. Staat op mijn YouTube-kanaal. Kirstie Rongen, een slachtoffer van het toeslagenschandaal. Oh, dat. Ja, dat heb ik gezien op jouw kanaal, ja. Die werd tegenover Rutte gezet. Voor het eerst in zijn leven moest deze... Jij had zo'n mooi woord daarvoor... HR-manager, technocraat, reptiel. Geen echt mens eigenlijk. Ja. Nou, ik heb hem ook wel eens van... Nou, daar gaan we nou niet over hebben, maar... Geen echt mens in die zin. Ja. Moest voor het eerst met een echt mens gaan praten. En al die Rutteaanse trucjes die kennelijk wel werken... in de mainstream media en in de Tweede Kamer. Ik heb geen actieve herinnering. Ik heb gelogen, maar dat deed ik naar eer en geweten. Wie komt daar nou mee weg, Rutte? Maar niet met Kirstie Rongen. Kirstie Rongen is een gewone burger. Ja. Slachtoffer van toeslagenschandaal. Die confronteerde Rutte...
Met de gevolgen van zijn beleid. Hij kwam niet meer uit zijn woorden. Weet je dat nog? In hetzelfde debat. Wopke Hoekstra. Aardige vent. Maar uiteindelijk ook een consultant van McKinsey. Geen echt mens. Een soort reptielse. Hoe verklaar je dan dat Rutte wel op de werkvloer al die arbeiders met een gouden lach zichzelf kan laten ontslaan? En nou ga ik uitleggen. Dat is een goede vraag. Goeie vraag. Maar nog even op Wopke Hoekstra. Hij kon niet eens met twee gewone MKB'ers drie zinnen uit dus. Waarom? Omdat ze toen één op één, buiten de controle van Rutte om, weet je wel, werd hij opeens geconfronteerd met iemand die hij eigenlijk niet wil spreken. Dat is heel wat anders dan zelf de werkvloer opgaan bij Unilever met een geprepareerd verhaal, voorbereid om die mensen mee te nemen in hun eigen ondergang. Ja. Dan heeft hij de controle, maar hier had hij niet de controle. Precies. Dat is het verschil. Okay? En als hij geen controle heeft bij Rutte, zie je pas dat het geen... En het gaat me niet om de mens Rutte, hè? Voor de luisteraars zelf. Mens Rutte bestaat niet. Het masker Rutte bestaat alleen. Nee, maar en hij wil niet dat het masker breekt en dat die pure nihilistische leegheid in zijn bestaan gaat manifesteren. En daarom maar wil het is hij, geen en nihilistische daarom wil hij, leegheid. En daarom het is, wil hij de macht vasthouden. Het is een toegewijde, al 30 jaar lang minstens toegewijde. Je hebt gelijk, hij heeft voor de rest geen leven. Hij is zo toegewijd om... De spreekwoordelijke 1% ja, zo, alles te ik geven. Wil de dividendbelasting afschaffen, want ik voel dat in mijn vezel of dat dan moet, je, precies, moet. Terwijl het helemaal in geen enkel verkiezingsprogramma stond. Verkiezingsprogramma stond. We willen dividendbelasting afschaffen. Slaat de spijker op zijn kop. En één keer wilde daarom, het, daarom weet je wat, ik ga een negerzoen nemen. Een buiszoen. Ja. Maar daarom moet je dus ook niet meer zeggen, vind ik, dat hij geen ideologie heeft. Want dan help je hem namelijk. Enige ideologie is dan inderdaad de multinationals de macht laten houden. En dat doet hij zo gewiekst. Of alles iets van hoe moet een gezinssamenleving eruit zien of hoe moet een cultuur eruit zien. Daar heeft hij allemaal geen enkele visie op. Weet je, al die dingen die een mens bezielt zo van... Oh, ik ben niet alleen maar een apathische consument, maar ik ga actief worden in een jeugdvereniging. Ik wil jongeren wat bijbrengen. Ik wil een rondleiding geven in een museum. Ik wil een kunstwerk. Ik wil een kunstwerk maken. Van brood alleen. Alleen kan een mens niet leven. Dus hij heeft dat wegbezuinigd. Elk principe wat een mens ertoe brengt om van de bank af te gaan en iets anders doen dan alleen maar Netflix kijken. Echt alles waardevol. Ja, hoe moet een gezin eruit zien? Hoe moet kunst eruit zien? Hoe moet scholen, het onderwijs eruit zien? Echt alles wat een mens mee bezig is, daar heeft Rutte geen visie op. Jawel, niks. Heeft hij wel, want hij heeft het 10 jaar lang helemaal wegbezuinigd. Buurthuizen, kunst en cultuur, opera, alles. Het boeit hem allemaal niks. Nee, het boeit hem wel. Hij doet wegbezuinigd. Dat onderschat jij. Dus dat jij doet... Hier, wil je er een? Ja, een lekkere buiszoen. Ja, want ze mag niet meer zo eten, hè. Ja, weet je wel. Ik vind het echt heel tof om met jou te praten, want... Maar ik heb nog maar 1% gezegd van alles wat ik gedachten die ik heb. Nou, mensen moeten even snappen hoe mijn geest werkt. Mensen zeggen altijd, Sid, je praat zoveel. Maar bij alles wat ik zie niet hoor zeggen, kom er gewoon per zin die hij zegt. In één keer schiet het als honderden atomen die flitsen door het hele al. Een hoofdstuk van een boek. Bam. Elke zin die hij geeft, flitst door mijn hoofd al een hoofdstuk van een boek. Ik ben de intellectuele rollercoaster, Sid. Maar je bent mij aan het interviewen. Dus je moet mij ook even laten uitpraten, want... Wat ben jij dan aan het opnemen? Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Nee, maar volgens mij... Mijn enige discussiepunt met jou zou zijn van... ik vind echt dat je soms de nadruk te veel legt op... hoe zeg je dat? Het niet bestaande primaat op woke dingen. Die woke komt het neoliberalisme handig uit. Dat zeg ik toch al, dat heb ik gezegd. Maar het is niet een doel, dus, het is een middel. De counterculture, die manier van het marxisme... Laat me een punt heeft maken. ...heeft zich geconformeerd aan de kapitalistische productiewijze. Nee, maar het is... Kijk, dat is wat je moet niet gewenste affirmatie. Wat je moet begrijpen is... wokeheid is een handig middel... om dat neoliberale ideaal nog beter te bereiken. Want wat gebeurt er? Dat klopt. Als woke overal in de media... Dat is antinationaal, want nationalisme is antiglobalistisch woke. Dus wat gebruiken ze? Ze gebruiken die woke helden of die woke ridders, die antifa en die idioten, gebruiken ze om de burgerij kapot te maken. Want de burgerij met zijn nationale honkvastheid en zijn natiegerichtheid is het laatste bastion tegen een absolute ongeremde globalisering. Ik weet niet of je natiegerichtheid moet doen, maar wanneer bijvoorbeeld bevolkingsgroepen, Nederlanders, tegen elkaar worden uitgespeeld vanwege hun huiskleur of vanwege een waar ze wonen, weet je wel. Dan gaan ze met elkaar strijden. Dan ga jij en ik elkaar bestrijden. Ja, vanwege de woke ding. Ondertussen gaan al die multinationals, al die spreekwoordelijke 1% met de buit vandoor. En wij zitten elkaar kapot te maken omdat ik genderneutrale toiletten wil en jij niet.
Begrijp ik wat ik bedoel? Ja, maar dat zeg ik al heel lang. Ja, maar oké, maar leg daar dan het verband. Je doet het, hoe jij het nu zegt hier is, alsof jij zegt dat wokeheid het doel is. Nee, het is een handig instrument om een echte doel te maar bereiken. Maar je moet woke wel vernietigen. Het echte doel is anders. Je moet woke wel vernietigen, want woke vernietigt alles wat een, wat een gezond mens nodig heeft om een zinvol leven te leiden. Ik ben heel erg voor genderneutrale toiletten zijn goed zit. Woke en, moet je vernietigen. LGBT-rechten zijn ook heel goed zit. Nee, ik ben tegen. Ik ben alleen voor burgerschap, rechten die je hebt op grond van je burgerschap. Of misschien natuurrechten. Hè, rechten die je hebt op grond van je mensen. Maar ik ben tegen LGBT-rechten. Ik ben absoluut tegen. Ik vind dat als het transgender absoluut tegen. Je hebt alleen rechten op grond van je mens zijn en niet op grond van... Je hebt ook een recht om een dak boven je hoofd. Je hebt een recht op zorg, vind ik. Onderwijs vind ik ook een recht. Dat moet je niet allemaal aan de markt overlaten. Dus ik ben niet met je eens. Nee, maar recht hebben op iets en de markt is natuurlijk iets anders, hè? Nou, ik vind ook van, als je stel je bent transgender... En trouwens, waarom zou je een recht claimen? Je kunt het er ook gewoon zelf vormgeven. Nee, dat is veel te individualistisch. Daar ben ik niet voor. Ik ben de enige nationalist hier aan tafel vandaag. Ja. Maar als je het van de staat laat afhangen, wordt het woke sowieso. Dan heb je liever dat je het zelf doet. Hoeft toch niet? Ja, realistisch gezien wel. Nee, maar wacht even. Realistisch gezien wordt het toch woke. Als iemand transgender is en zij of hij heeft een operatie nodig, vind ik dat het collectief dat moet gewoon betalen. Nou, absoluut niet. Ja, oké, maar luister nou eens. Maar... Moet je gaan betalen voor de vetjes die anderen is aangepraat door de woke media. Maar dit is dus precies waarom rechts ook nooit gaat winnen uiteindelijk. Transgender is 0,001% van de bevolking. En het wordt nu voorgelegd alsof dit het politiek criterium is. Aan de ene kant heb je woke, aan de andere kant heb je dan nieuw rechts. Jullie zijn allebei de gewillige instrumenten van het neoliberalisme. Nee, zeker niet. En jullie hebben het allebei niet door. Ik zal je ook betogen waarom het niet zo is. Namelijk, ten eerste, transgender is maar 0,001% van de bevolking. Volgens hier bij het Euro Songfestival, wat ik overigens jij ook bekritiseerd hebt op Twitter. Je moet me laten uitpraten. Mijn laatste punt was, heb ik nog niet kunnen zeggen omdat je me onderbreekt was. Je moet het niet aan een grote klok hangen. Dat was mijn punt, inderdaad. En dan wordt het gewoon een mensenrecht voor iedereen die mens is in een vrije nationale land waar iedereen gewoon als burger zijn of haar rechten kan bewerkstelligen. Maar waarom zou je met belastinggeld een dokter moeten dwingen om een gezond lichaamsdeel te amputeren, bijvoorbeeld? Ja, maar nu ben je dus... Ja. Waarom zou je dat moeten doen? En trouwens, een gezonde samenleving dus die kan bestaan een vervullend leven, die heeft gewoon een soort kerngezin. Die heeft een soort kerngezin nodig. Die moet gewoon uitgaan van een soort vorm van heteronormativiteit om een bepaalde demografische stabiliteit te kunnen hebben. Wat jij noemt groot kapitaal, dat heeft gewoon belang bij demografische instabiliteit. Die heeft er belang bij dat mensen geen normale gezinnen stichten, dat mensen geen normale relaties kunnen aangaan, dat de beleving van iemands seksualiteit gefragmenteerd is. Waarom hebben ze daar belang bij? Nou, dat ligt aan de mensen zelf. Omdat je loyaliteit niet meer ligt bij je eigen directe kringen, je loyaliteit ligt niet meer bij je bloedverwanten. Jij zegt nu, vanwege links, zeg je eigenlijk. Je zegt, ik kan geen vrouw krijgen vanwege links. Dat vind ik bullshit. Waar is jouw vrouw? Ik kies er zelf voor. Jij kan geen vrouw kiezen vanwege denk. Is dat ik kies er zelf voor. Ik ga dit schot niet zeggen. Jij kan geen vrouw krijgen vanwege de islam. Dat alle vrouwen die in jouw datingmarkt zitten zijn allemaal streng moslims en jij wil dat niet. Heb je dat gezegd? Nee, maar ik heb er ook niets gezegd over. Jawel, want jij zegt... Dit zei je net wel. Wat is jouw vrouw dan? Jij zegt net stabiel gezin. Hoe zei je dat nou net? Kijk of jij mij goed begrijpt. Vertel me eens wat ik gezegd heb. Nee, jij suggereerde net dat het dalende geboortetal dat daalt in Nederland... Dat gevolg is van beleid, dat minder stabiele gezinnen komen als gevolg van beleid. Ik zeg nee. Dat ligt aan. Kijk, mensen zijn diverser dan je denkt. Hè? Er zijn transgenders. Je kunt dat doen alsof dat een verzinsel is, maar het is niet zo. Het bestaan. Er bestaan homoseksuelen, er bestaan heteroseksuelen. Je kunt wel doen alsof het allemaal nep is, maar daarmee doe je dus waar rechts heel goed in is. Een soort van intellectuele lakai zijn van het neoliberalisme. Nee. Maar nu spreek je zelf op twee fronten tegen. Alleen al omdat. Je zelf net zei dat het in het belang is van een neoliberalisme omdat woke en dat transgenderisme voortdurend aan de grote klok hangt en dat het tot primair tot debatpunten maken. Ja. En het tweede dat punt is precies mijn punt. Is wat ik zeg is dit. Ja, ongetwijfeld zijn de transgenders homoseksuelen, prima. Maar omdat dat is iets voor de private sfeer, weet je. Dat is niet iets wat je publiekelijk hoeft te faciliteren. Basiszorg, vind ik. En eigen risico moet worden afgeschaft voor iedereen, vind ik ook. Sterker nog, we moeten af van de private zorgverzekeraars. Dat het moet weer een ziekenfonds worden voor iedereen. Nou, maar goed, in ieder geval als je dus geen stabiele relatievorming hebt, als je dat allemaal compartimentaliseert en fragmentaliseert, wat je dan krijgt is dat je primaire loyaliteit niet meer uitgaat naar je honk, hè, je wortels, je gezin, je omgeving. Maar dat ga je dan invullen met consumptie, dat ga je dan invullen met identificatie met woke eigenlijk. Ja.
En dat is makkelijker tegen elkaar uit te spelen, makkelijker te manipuleren, makkelijker de dors naar meer en meer consumptie door het grootkapitaal uiteindelijk. Dat ben ik met je eens, tuurlijk. Daarom ben ik ook geen voorstander van woke. Absoluut niet. Ja. Ja. Nou, wat ik dus denk, en dan vroeg ik om dat Rutte versus Verdonk verhaal, is dat links en rechts hebben gewoon het speelveld verdeeld. Dus eigenlijk al sinds Lubbers en Kok en zo is. En eigenlijk misschien al wel sinds Den Uyl heeft links gewoon gezegd, oké, weet je wat, geef ons milieu, geef ons onderwijs, geef ons zorg, geef ons cultuur. En rechts zegt, oké, geef ons transport, geef ons defensie, geef ons infrastructuur, geef ons financiën. En dan gaan we niet op elkaars thema's concurreren. Nou, je ziet ook wel, hè, VVD, als in de praten ze altijd over veiligheid en financiën. Hè. Ze praten nooit over, dit is onze visie op onderwijs. Daar praten ze eigenlijk nooit over. Ze praten nooit, dit is onze visie op milieu. Hebben ze ook heel slecht onderbouwde visies over. Nou, eigenlijk geldt hetzelfde voor links. Ja. Ga maar met links praten. Wat is jullie visie op de falende immigratie? Nou, dan word je met pek en veren weggejaagd en dan komt een gezinnig woord uit. Dus dat is gewoon zo. Ze hebben gewoon onderling het speelveld verdeeld. En daarom vindt Rutte het op zich prima om met linkse partijen te regeren. Wat jij zegt, vindt het prima om met de neoliberale Diederik Samsom een kabinetje te maken. Dat vindt hij veel. Hij accepteert het ook gewoon dat er dus hele grote groepen zijn. Die gewoon naar links worden overgelaten. Dus ik ken dus een Kamerlid, voormalig collega van jou, die op het VVD-dossier zorg had en die heel veel connecties in het veld had aangemaakt, met heel veel zorgmanagers was gaan praten en zo. En op een gegeven moment zei de VVD, ja, maar we willen helemaal niet dat jij daar echt mee gaat scoren. We willen helemaal niet dat jij daar heel veel mee in de media gaat komen. Want dat is niet een profiel waar wij van kiezen, dat wij daar ons willen profileren. We willen ons helemaal niet met zorg de verkiezing in. Wij willen op andere thema's de verkiezing in. Dus het is helemaal niet in ons belang om jou te veel airtime te geven. Dus het is leuk dat je al die connecties daar opbouwt. Wat is er een les hier nou uit? De VVD vindt het gewoon prima om hele sectoren, of nou cultuur, kunst, milieu is, om dat allemaal aan links te laten. En de hele diepe, vastgenetwerkte zelfvorming daar te accepteren op links. Waarom? Omdat ze liever uiteindelijk regeren met een links waar ze het speelveld mee hebben verdeeld, dan dat ze moeten gaan regeren met een nationalistische PVV, die uiteindelijk grenzen wil opleggen aan die ongebreidelde kapitaalstromen. Ja, of de SP, inderdaad. Ja. Ja. Dat verklaart ook dat dus toen de SP dus een motie van wantrouwen indiende tegen het kabinet, door die bombardementen waarvan Rutte er geen actieve herinnering aan had. Gabia in Irak was dat, ja. Terwijl hij er zelf een persconferentie over gegeven had, een jaar eerder. Dat doen GroenLinks en de PvdA gewoon niet de motie van wantrouwen van de SP hebben gesteund tegen het kabinet. Ja. Wat betekent dat GroenLinks en de PvdA al bij zichzelf al dachten, nou, we kunnen veel beter deeltjes met Rutte maken, omdat we straks een keer een formatieonderhandeling moeten. Doodgebombardeerde bruine mensen maken opeens niet uit dan, hè? Ja. Ineens niet, nee. En dan in één keer, dus dat de PvdA en GroenLinks dus liever het kabinet in het zadel houden, waar ze dan in theorie heel erg tegen zijn, omdat het zo neoliberaal is, dan dat ze dadelijk moeten een coalitieonderhandeling moeten gaan voeren met Wilders en Baudet. Zo is het gewoon. Oh, en de SP. Ja. Die ligt er ook uit. Nou, de SP en GroenLinks, die gingen toch een soort unholy alliance maken. Ja. Waarbij GroenLinks ook zei van, ik wil regeren met D66 en de SP. Nou, dan kan ik je al vertellen, als je dus enerzijds technocratische cosmopolieten en anderzijds hardlinkse Maoïsten hebt, die een alliantie aangaan. Maar hoe kan dat? Dat kan alleen maar door hun economische belangen opzij te stellen. Want daar is D66 nog rechtser in dan de VVD. Als het echt gaat op globaal kapitaal. Alleen maar, dan gaat het allemaal, diversiteits, genderneutrale toiletten, nationale verleden herschrijven. Genderneutrale toiletten zijn heel goed. Iedereen heeft thuis al een genderneutraal toilet. Dat is zeker zo. Dus ja. Dat is zeker zo, ja. Maar goed, en alleen maar dus woke virtue signaling. Dat is toch zo? Hoe kunnen D66, GroenLinks en de SP ooit een akkoord krijgen op economische thema's? Niet. Dus hun enige akkoord wat ze gaan hebben is anti-nazistaat, anti-nationaal verleden, anti-soevereiniteit. Dat is het enige wat ze hebben. He, nog minder negerzoenen, nog minder zigeuner dingen. Kom op, zet. Zigeunerpatatjes, zigeunersaus, jodenkoekje. Als je mijn boek leest, ga je het N-woord nooit meer gebruiken. Maar daar gaan we later over hebben. Maar wat is er mis met het woord neger? Ik heb het in mijn boek uitgelegd. Ja. Kijk, ik ben niet de type die zegt, je mag of mag dit woord niet gebruiken. Iedereen moet het zelf weten. Maar er zit wel een geschiedenis achter elk woord. Met name woorden die over identiteit gaan. Ik heb voor mijn boek bijna een jaar lang archiefonderzoek gedaan. En dan zie je dat het N-woord tussen aanhalingstekens neger. Maar volgens mij staat het N-woord niet voor neger, maar luister, voor ander nog. Mag ik een woord met N-I? Ben je mij nou aan het interviewen of ben je een heel college aan het geven? Nee, ik heb hier nog 5 punten opgeschreven waar ik nog op moet reageren. Ik moet je. Oké, we hebben nog half uur. Oké. Maar luister nou eens, kijk.
In het Spaans en Portugees betekent negro betekent zwart. Het is gewoon een woord, neutraal woord voor zwart. Okay. In het Nederlands, al in het vroege Nederlands, was er al een woord voor zwart. Zwart. Weet je wanneer het N-woord neger in de Nederlandse taal kwam? Pas in de 16e eeuw, in een document van de WIC. Ja, het is belangrijk dat je dat opmerking maakt. Nou, maar luister nou eens, het is belangrijk. Waar ze dus een lading producten, namelijk voor slaafgemaakte mensen. Ik heb het op, dat archiefstuk heb ik gevonden. Het is net als een soort pakbonnetje. Nou, we hebben hier, wat was het? Ik zeg maar wat, 300 negers gekocht van Portugezen. Voor het eerst kwam toen in de Nederlandse taal het woord, het negerwoord. Kijk, nu komt ie. Er was al een normaal woord voor zwart in Nederland, namelijk zwart. Het N-woord, neger, werd expres geïmporteerd uit het Portugees of het Spaans, whatever, om de dehumanisering eraan te koppelen. Hetzelfde geldt voor blank. Pas in diezelfde periode, in diezelfde fucking maand, uit het Frans werd het woord blank, in het Frans betekent blank gewoon wit, ja? Maar ik denk dat je neger, ja, je hebt ook het woord Germaan. Nee, ik ben nog niet klaar, ik ben nog niet klaar, Sid. Dus je kunt er wel overheen praten, maar dat is fucking belangrijk. Het woord blank is ook pas in het transatlantische slavernij in de Nederlandse taal gekropen, want blank, niet in het Frans, want in het Frans betekent blank gewoon wit, oké? Maar in Nederland hadden we al een woord, wit, maar we gingen expres blank zeggen. Waarom? Nee, daar ben ik echt niet mee eens. Nee, maakt niet uit wat je mee eens bent. Dit gaat om de feiten. Blank zegt in de Nederlandse taal. Ik kan het echt weerleggen wat je zegt. In de Nederlandse taal betekent blank niet alleen wit, betekent schoon, betekent puur. Dat is onzin. Het is een normatieve term. Dat is echt onzin. Als iemand een moord heeft gepleegd, staat er ook in de krant de dader is een blanke man. Dat kan de meest gruwelijkste misdaad zijn. Dat helemaal niet zeggen dat iemand schoon en maril. Maar je hebt het nou over. Ja, maar je hebt het nou over. Omdat die twee woorden dus. Af, wat is het, 4, 5 eeuwen lang zo zijn gebruikt in het dagelijkse taalgebruik. Niemand zegt meer, althans, nu wel meer mensen gelukkig. Dus het is, het is genormaliseerd in ons taalgebruik, daar heb ik gelijk in. Ja, dus het is onzin om dan 5 neger gezegd. Nee, maar luister nou neger eens. Zegt tegen elkaar ook negro. Als nigger is dan weer, is dan weer beledigend. Als geuzennaam, daar kun je wel van alles over zeggen. Nee, daarom, dus waarom zou je 600 jaar teruggaan om dingen op te duiden? Waarom zou je 600 jaar naar de geschiedenis ingaan? Je moet zelf zeggen, ja, maar toen is er ooit een slavenhandelaar geweest die dat gezegd heeft, dus mogen we nu niet meer doen. Zal ik uitleggen waarom? En dan negeer je de hele geschiedenis waarin het anders gebruikt is. Zal ik uitleggen waarom? Omdat jij en ik. Je had het net over, vond ik een goed verhaal. Je had het over nationale identiteit, hoe zeg je dat? Worteling. Dat we niet een soort van ontwortelde D66 amoebes zijn. Dat we allemaal als mensen een bepaalde geschiedenis hebben. Nou, ik vind het, je moet het zelf weten, maar ik zeg je gewoon eerlijk. Ik vind het niet minder dan menselijk om te luisteren naar andere mensen. Nederlanders die al 5 eeuwen lang een band hebben met dit land. Die zeggen, vanwege die geschiedenis. Vanwege de geschiedenis van mijn familie, wat hen allemaal is overkomen, heb ik ontzettend moeite met dat N-woord. Juist omdat het zo is ontstaan als een normatieve term. En ik vind het fijner als je dat niet gebruikt en je zegt gewoon zwart. Als iemand dat tegen mij zegt, ga ik niet daartegen in tekeer. Dat is ook het probleem met wit-rechts-Nederland. Ik heb heel veel kritiek op. Nee, maar nu ga je weer daarover. Nee, laat me nog één punt maken. Ik heb heel veel kritiek op wit-progressief Nederland. Maar ik heb tegelijkertijd ook ontzettend veel kritiek, misschien wel meer op wit-rechts-Nederland, die een jihad willen voeren om blank genoemd te willen worden. En die, waarom dan niet wit als het niks uitmaakt? Dat maakt heel veel uit. Precies, dat heb ik net uitgelegd. Blank is een normatieve term die doet alsof je beter bent. Nee, is niet zo. Ik zou uitleggen waarom. Ten eerste, je shopt selectief in de geschiedenis. Want die zegt, 600 jaar geleden was er een Portugese slaafhandelaar die het woord neger gebruikte. En daarom mogen wij het niet gebruiken. Dan kies je ervoor om die pijn van dat tijdsgevricht normatief te maken voor het heden. Dat is helemaal niet wat ik zei. Ja, zeker wel. Laat me nou punt afmaken, dan negeer je. Je bent net de GroenLinks'er nu. Nee, maar ik vind het fucking irritant wat je doet, Sini. We kunnen beter een briefwisseling gaan doen, want ik krijg 100 gedachten bij alles wat je zegt en je onderbreekt me. Maar jij zegt nu net iets dat ik heb gezegd. Ja, ik verlies mijn gedachten en dan ga ik over 100 dingen tegelijk praten. Maar dan moet je wel eerlijk zeggen wat ik heb gezegd en niet gaan zeggen. Nee, jij kiest ervoor dat er 600 jaar geleden, het zijn mijn woorden, jij kiest ervoor om 600 jaar geleden dat een Portugees dat slavenhandel shit heeft opgeschreven
geven. Om die pijn van die tijd nu bepalend te maken voor hoe dat nu is. En shop je selectief uit. Want je negeert dan ook de eeuwen waarin het woord gewoon amicaal gebruikt is. Ook door negers onderling. Ook zonder racistische bijbedoelingen door blanken. Dus dat is mijn punt ten eerste. Ten tweede, wit. Ja, sorry, ik ben geen wit persoon. Echt een wit is alleen maar een albino. Of misschien een ier met rood haar. Maar ja, ik heb een beetje een beige-achtige huidskleur. Echt wit is het niet. Hè? Het woord blank is een verzamelterm voor Portugezen, Roemenen, Britten, Duitsers. Die hebben allemaal een net andere schakering qua huidskleur. En dat is een verzamelnaam voor al die Europese volkeren. Het woord blank. Echt wit zijn ze nu eenmaal niet. Hè? Vergelijk maar eens een keer met een A4'tje. Dat is echt wit. Vergelijk dan maar eens met onze huidskleur. Dus het is een verzamelaar voor allerlei schakeringen. Blank betekent wit in het Frans, hè? Blank betekent gewoon wit, en hè? Als... Maar wat, zit... Maar, nee. Als jij gelijk zou hebben... Het klopt niet wat je hoe zegt. Hoe zou je dan een Aziat... Blank betekent wit. Als jij gelijk zou hebben... Hoe zou je dan... Herken je dat blank wit betekent? Nee, ik ken het niet. Blank is Frans woord voor wit, zit. Als jij... Ja, ik ben geen Frans. Als jij... Oké, zie je? Dan nu bewijs mijn punt. Nee, ik haal het uit mijn Nederlandse cultuur. Het is een leenwoord uit het Frans om er een positieve oordeel aan te geven. Nee, niet mee eens. Want ik zou je vertellen, als jij hebt ongelijk, want als jij gelijk hebt, hoe zou je dan een Aziat refereren? Waarom gebruik je een Frans woord voor wit? Waarom ga jij een Aziat nou gele noemen? Waarom gebruik jij een Frans woord voor wit? Jawel, blank is een Frans woord, leenwoord. Het is niet Nederlands. Nee, want het is met een K geschreven, niet met een C. Alleen daarom klopt het niet. Het heeft zijn eigen ontwikkelingsgeschiedenis, zijn eigen geschiedenis van gebruik. Nee, het is gelijk geschiedenis van connotaties. Dat is de geschiedenis. Het heeft zijn eigen evolutie doorgemaakt in een Nederlands taal. Het is een leenwoord uit Frans om een positieve connotatie aan wit te geven. Blank betekent gewoon wit. Oké, maar dan met een positieve connotatie, als leenwoord. Nee, onzin. Je kunt er wel overheen lullen, het is geen onzin. Nou, prima, ik lul er overheen omdat ik de waarheid spreek. Het is niet dat iemand blank is, dat hij daarmee ook een zuiver moreel persoon is. Helemaal niet. Er zijn hele blanke mensen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Nee, het is gewoon een verwijzing naar hun huiskleur, niet van, oh, dat betekent dat je moreel zuiver bent. Waarom gebruik je niet het Nederlands woord voor wit? Heb ik net uitgelegd. Waarom wil je het Frans woord voor wit gebruiken? Leg dat bullshit, het is niet Frans. Het is wel Frans, het is geleend uit het Frans. Wat wil je nou, man? Nee, Frans hebben het geleend uit het Nederlands. Met rechts komen er ook niet, met links niet, met rechts ook Frans niet. Frans hebben het geleend uit het Nederlands, omgekeerd. Maar nee. Nog iets? Blank is een Frans woord. Het is geen Nederlands woord. Nog iets, Sini. En oké, hebben de Fransen dan geleend van de Latijnen? Wat is dan een oer-Nederlands woord? De Nederlands hebben woorden geleend van de Saksen.